De B-finale Boys is onderweg. We hebben het dan voor B-finale 118. Dan zien we als eerste hier aankomen bij de 128, Troy van Dijk. Gevolgd door de 126, Diego de Leeuw. De heren gaan nu naar de tweede kopbocht. En sturen we de 128, Troy van Dijk, nog steeds voorop als nummer 1. In de race 118. Ze komen op de laatste bocht af. Troy nog steeds voorop. Gevolgd door 126, Diego de Leeuw op de tweede plek. De derde plek sluit aan 122, Lars Hoek. En de 928, Jasper van Zummeren voor plek 4. Motor 119.